Hallo, ik ga vandaag voor jullie een What's in my bag doen. En ik weet dat ik die laatst nog heb gedaan, volgens mij in september. Maar ik was toen net begonnen op de middelbare school en ik zit nu inmiddels op het volwassenenonderwijs. Als je op mijn blog even daarnaar zoekt, naar de FAVO of zo, dan vind je dat verhaal wel. Wat betekent een hele andere levensindeling, een hele andere tasindeling. En ja, ik weet het niet, omdat ik het altijd zo leuk vind om te zien bij anderen, dacht ik van ik ga het gewoon nog een keer doen. Want ik had er zin in. Ja, dit is de tas die ik nu gebruik. Het is een shopper van nepleer en met van die ritjes. En hij komt van de Forever 21. Hij is heel zwaar en ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Want er zitten spullen in voor school en ook voor andere dingen. Want ik ben vandaag bijvoorbeeld naar een afspraak geweest in Amsterdam. Dus ik ga mezelf en jullie verrassen met wat de inhoud is. Oké, het eerste wat ik pak is een make-up tasje. Ik moest me vandaag opmaken in de auto, want ik was een beetje laat. Dus make-up tasje met gewoon mijn crème en alle make-up die nodig was voor vandaag. Dan mijn portemonnee. Ik heb eindelijk een nieuwe portemonnee. Deze is van de Primark. Ik vond deze wel leuk. Beetje oud. Ja, oud vintage gevoel met van die bloemetjes. Er zit niet veel speciaals in. Eigenlijk alleen een paar pasjes. Oh, en ik laat hem vallen. En hier wat los geld. En er zitten muntjes in. Dan een flesje wat bijna leeg is van Arizona Blueberry White Tea. Drink graag Arizona. Eigenlijk pakte ik altijd de peach. Maar ik zag vandaag toevallig de blueberry variant, dus ik koos deze. Dan Denkbewegingen. Dat is mijn boek wat ik gebruik voor het vak filosofie op school. Het gaat over emoties, is mijn examenonderwerp dit jaar. Heel interessant boek. Ik vind het echt een heel leuk boek. Je moet er wel goed bij nadenken. Een Fragrance Mist Be Enchanted bij Bath & Body Works. Waarom zeg ik bye? Van Bath & Body Works. Ik heb hier al wat over geschreven. Dit is echt een heerlijke geur en ik spray deze op zo gedurende de dag, want het is heel, heel licht. Ik heb een paspoort, want die had ik toevallig opgehaald. Ik had nog geen paspoort en ik ga volgende week naar Amerika. Oh my god. Ik mag voor camera vrouw spelen voor Merton Dillon van het kanaal Fun op YouTube. Dus ik mag met hem mee naar Amerika. En daar ben ik blij om. Maar daar had ik wel een paspoort voor nodig, dus bij deze. Ik heb mijn oortjes. Ik luister graag muziek op de fiets vooral. En in de trein. Ik heb het boekje Q&A Day in mijn tas zitten. En dit is een soort van dagboek. Die je elke dag een vraag stelt. Hier is bijvoorbeeld wat had je als avondeten. Wat is de laatste bruiloft waar je naartoe bent geweest. Wat is een klein maar wel een chronisch probleem wat je hebt. Allemaal van dat soort leuke kleine vraagjes. Soms ook van die invuldingetjes. Echt heel leuk. Kan je kopen via bol.com. Dan heb ik hier een lege verpakking van een lief Feminax. Dit is heel fijn. Dit ga ik echt aanraden. Voor als je ongesteld bent en je hebt heel erg last van je buik. Het fijnste wat ik ooit heb geslikt daarvoor. Want ik krijg echt heel erg last van krampen. En hiermee heb ik daar niet zoveel last meer van. Het stripje moet ergens ook in mijn tas zitten. Maar die is er blijkbaar uitgevallen. Hebbes. Dan heb ik een etui in mijn tas. Een hele simpele etui is het. Zwart. Er zitten een paar pennen in. Een paar markeerstiften. Niet zo boeiend. Ik heb hier een bundeltje van dingen die helemaal door elkaar zitten. Dit is een huissleutel. Dit is mijn iPhone oplader met mijn 3 meter lange koord. Dat vond ik leuk om te kopen. En hij is roze. En daar werd ik blij van. En nog een paar oortjes, omdat één paar oortjes blijkbaar niet genoeg is. Ik heb een pakje kauwgom. Ik kan altijd gewoon lekker kauwgom bij me hebben. Dan heb ik mijn e-reader. Van Sony is die. En het boek wat ik nu aan het lezen ben, hij is hem nu aan het openen. Haar naam was Sarah, ben ik aan het lezen. En ik ben op de helft. En ik vind het een heel mooi boek. Ik heb mijn agenda, waar niet zoveel in staat. Ik heb maar 3 vakken en ik heb amper huiswerk. Dus ik heb hier een mapje met pasfoto's, want die waren voor mijn paspoort. Dit is mijn pasfoto. En eigenlijk is het de eerste pasfoto die ik ooit van mezelf heb laten maken, waar ik wel een beetje tevreden over was. Ik heb een pen en dit is een pen met een eend erop. Ik heb hier een mapje en dat is heel spannend. Nee, hier zitten alle reserveringen in van de hotels en de tickets en zo in Amerika. Die heb ik vandaag toevallig meegekregen. Dan heb ik een borstel in mijn tas zitten. Een pakje messen, want ik had broodjes gekocht en kaas. Maar ik moest die broodjes ook nog ergens mee open krijgen. Wat uiteindelijk helemaal niet nodig was, want ik kon ze ook gewoon openen met mijn hand. Ik heb een flesje antibacteriële handgel in de geur apple pie. Buiten alle alcohol die je ruikt, ruikt hij dus ook nog een beetje naar appeltaart. Dat is wel heel lekker. Ik heb een zonnebril die ik nog steeds niet in een hoesje bij me draag. En dat is heel slecht. Ik heb wat lipproducten. Dit is een lipsteen van Kiko. Dit is een lipgloss van NYX. En een lippenbalsem van NYC. Dan heb ik nog zo'n watervast stift. Ik heb een brow spray van de Primark. En deze is vet lekker. En deze gebruik ik wel als ik geen zin heb in kauwgom of zo. En ik vond nog een pen. Nou, in het zijvakje zitten wat tampons, maar die hoeven jullie niet te zien. En verder heb ik geen vakjes meer, dan was dit. Alleen nog wat papiertjes. Maar die ga ik straks even leeggooien in de prullenbak die
hoeven jullie niet allemaal te zien. Nou, dan was dit het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!